ben je mooi, draai maar een rondje. Wauw, zo mooi. Heel mooi, Lo. Prachtige ballerina. Kijk eens. Mooi. Nou, Elodie is dus net naar balletles geweest. Wat vond je ervan, Lo? Leuk. Ja, vond je het leuk? Ging je dansen? Ja, zal ik je even helpen? Kom maar. Vond je het leuk op de balletles? Ging je dansen? Ja. Ho. Doe eens voor dan wat je ging doen. Laat maar zien. Hoe ging je dansen bij de balletles? Wauw. Zo mooi. Ja, ook een jurk. Moet ik ook een balletjurk aan? Ja. Oké. Ik vind je heel mooi, Elodie. Mooie ballerina. Nou, en Lex is nu naar street dance toe. Papa heeft het er maar druk mee op en neer. En ik loop nog steeds in mijn badjas, want het is ook mijn weekend. We gaan in huis. Zo, kom. Gaat mama zich ook even klaarmaken. Ga je mee naar boven? Ja. Mijn prima ballerina. Papa, ja. En die heb je gekregen omdat je plasjes en poepjes op de wc deed. Zes is dat. Ja, en wat? Wat is de leukste film? De leukste film is... Nee. Eventjes de winkel laten zien aan mijn ouders. Alexis, ja. Vond je hem nu wel cool? Nee. Waarom niet? Hij zat niet mooi, weet je dat? Ik weet al waarom jij het niet cool vindt, mama's winkel. Jij wil dat ik een chocoladewinkel begin. Hey Lex. Of een kruidvat. Of een kruidvat, wil je dat mama daarin doet? Lex. Hallo. Ja, ik hoef geen kruidvat, want het is iets mooier. Maar wat is er nou mooier dan een Josh Fee winkel? Ah, waarom doe je altijd een Josh Fee winkel? Omdat ik toch de eigenaar ben van Josh Fee. Ik kan toch moeilijk een andere winkel maken dan mijn eigen winkel? Ja, maar je kinderen mogen toch ook één winkel kiezen? Ja, kies maar dan. Wat wil je dan voor winkel? Oh, blijf Elo. Oké. Omdat je spullen. Dat is zeker waar. Ik zal erover nadenken, oké? Ben je nog rijker? Nou, ik denk niet dat je daar heel rijk van wordt van kinderwinkels. Lex. Nou, hele smalle marges. Hele kleine marges.
een afspraak voor geurkaarsen. Voor in de Josh V Brand Store onder andere. En om natuurlijk diezelfde geurkaarsen ook online aan iedereen aan te bieden. Want bij het openen van een brandstore hoort natuurlijk ook het uitbreiden van de Josh V Home collectie. Eindelijk. Dus geurkaarsen en in de toekomst nog veel meer producten. Dus die afspraak heb ik net gehad. Uiteindelijk moet iemand natuurlijk de knoop doorhakken over hoe zo'n kaars exact moet ruiken. Daar zijn we mee bezig geweest ook afgelopen tijd. We proberen nu knopen door te hakken. Want we willen beginnen met één geur. In plaats van meer. Gewoon echt de geur waar ik helemaal achter sta. Dus dat zijn we aan het doen. De laatste keer mijn auto laten fulltanken. Want ik ga hem dus zo meteen inleveren in Rotterdam. Dan laat ik een sticker verwijderen. En dan over een weekje haal ik hem weer op. En dan ruil ik hem dus in voor mijn nieuwe Porsche. En ik ga hem zo erg missen. Niet normaal. Ik ben nog zo verliefd op mijn auto. Bizar. Kijk nou, wat een beauty. Zoveel jaren met zoveel plezier in gereden. Maar het is tijd voor een nieuwe. Nou, ik ben dus onderweg naar Rotterdam, waar ik de sticker van mijn auto ga laten halen, omdat ik hem weer als origineel moet inleveren en mijn auto is van origine wit. En daarna ga ik in Rotterdam dus ook wat content maken van de nieuwe collectie. Dus ik heb er meteen een shoot achteraan gepland, omdat ik toch in Rotterdam moest zijn. Maar ik doe dit dus echt met pijn in mijn hart. En meestal als je een nieuwe auto koopt, dan ben je helemaal blij en kijk je zo uit naar die nieuwe auto. Maar ik hou helemaal niet zo van verandering. En ik ben nog zo verliefd op deze auto, maar het was echt tijd om hem in te ruilen. En die keuze heb ik dus een half jaar geleden gemaakt. Of 3/4 jaar geleden. En dat was dus eventjes wachten op mijn custom nieuwe auto. Maar die is nu dus echt klaar. Hij staat letterlijk klaar. En ik ben gewoon niet blij. Ik ben gewoon een beetje verdrietig zelfs dat ik mijn mooie beige auto kwijt ben straks. Ik krijg er natuurlijk een hele mooie auto voor terug. Dus dit is absoluut belachelijk en een soort luxe probleem. Maar dat is hoe ik me voel. Dat ik denk, nou, ik had zo nog wel 3 jaar door kunnen rijden in deze auto. En ik ben er nog steeds elke dag dankbaar voor en blij mee. Maar zo gaan die dingen. Eerst dus die sticker eraf en dan gaan Nick en ik met de kids eventjes naar Disneyland Parijs. Want het is straks vakantie. Dus tijdens onze vakantie wordt mijn auto dan weer wit gemaakt en een beetje opgelapt. En dan haal ik hem na mijn vakantie haal ik hem weer op. En dan ruil ik hem dus meteen ook in Rotterdam bij de Porsche garage voor mijn nieuwe auto. En jullie kunnen vast niet raden welke kleur die wordt. Ik kan één dingetje verklappen. Hij wordt niet zwart. Hij wordt niet zilver. Hij wordt ook niet grijs. En ook niet wit. Ik heb een custom kleur laten maken. Als het kon had ik gewoon exact dezelfde kleur gedaan als mijn huidige Range Rover. Maar dat kon dan weer niet. Maar goed, als ik de kleur zat ben, dan kan ik er altijd weer een sticker overheen plakken. Want dat beschermt ook nog eens de lak. En dat is ideaal voor als je, zoals ik, wel eens een keer een paaltje raakt of een stoepje. Het scheelt gewoon een heleboel. Mits je hele bumper eraf rijdt, die schade moet je gewoon laten oplappen. En dan ben je nog verder van huis, want dan moet je en je bumper laten herstellen, terugspuiten in de originele kleur en dan vervolgens weer een sticker erop laten plakken. En dat was een heel gedoe die laatste keer. Maar goed, ik ga dus naar Disneyland Parijs voor het eerst in mijn leven. Mijn ouders die hadden daar nooit zin in, dus daar ben ik nooit geweest met mijn zussen. Ik vraag me af of een van mijn zussen überhaupt, volgens mij nog steeds niet. We zijn allemaal in de 30.
ben in de 40. Volgens mij ga ik als eerste Veldhuis en zusje nu naar Disneyland Parijs. En ik doe het dus voor de kinderen. Want voor mij hoeft het niet per se. Maar we gaan met alle vier de kinderen naar Disneyland Parijs. Het hotel is helemaal vernieuwd. Dit is overigens no spon. Dit heeft Nick als verrassing geregeld voor ons allemaal. En hele mooie kamers geboekt. En gaan die kinderen eens even lekker verwennen. En ik ben heel benieuwd wat ik ervan vind. Waarschijnlijk compleet overprikkeld, maar wel leuk. Ik ga liever op skivakantie of naar een rustig hotel in de bergen of zo. Maar dit moet je toch ook een keer proberen. En morgen is het Valentijnsdag. En ik heb het gevoel dat Nick iets heeft geregeld. En dat mijn moeder in het complot zit. Dus ik heb nu niks geregeld voor ons. Omdat ik dacht, volgens mij heeft Nick iets gefixt. Ik denk dat hij mij op Valentijnsdag gaat verrassen met een reisje. En daar hebben we allebei heel erg veel zin in en behoefte aan. Het is echt vet lang geleden dat we even zonder de kids weg zijn geweest. En we zouden dat gaan inplannen. En elke keer als ik erover begin, dan doet hij een beetje vagig. Maar volgens mij is gewoon alles geregeld. Maar dat hoor ik morgen, want dan is het dus Valentijnsdag. En dan zal ik het ook met jullie delen. Ik ken hem al wat langer dan vandaag. Sowieso. Nee, ik weet eigenlijk wel zeker dat hij iets heeft geregeld. Maar ik weet dus nog niet precies waar naartoe. We hebben het over Londen gehad. We hebben het over Parijs gehad. We hebben het over Rome gehad. Milaan. Dus ik laat me even lekker verrassen. Maar de kids hebben dus vanaf volgende week lekker vakantie. Dus dan gaan we even wat meer tijd samen doorbrengen. Eerst eens naar Disney vanaf vrijdag. En dan zijn we, ik geloof, zondag weer terug. En dan een paar dagen even lekker thuis aanmodderen met de kids. En dan gaan Nick en ik samen weg. Heel veel zin in de komende dagen dus. Maar nog eventjes. Nu een paar dagen heel hard werken nog. Neem jullie nu in ieder geval mee naar Rotterdam. Nou, ik loop midden in het centrum van Rotterdam. In mijn prachtige George Felix. Op zo'n behind the scenes hier. Stel ik heel veel hooligans die gewoon hier random door in de straat van Rotterdam posters aan het plakken zijn. Ja, ja. Het krijgt alleen maar meer aandacht. Het is gewoon reclame. Ik loop gewoon snel weg. Ik laat het gewoon stiekem hangen.
shoot. En eigenlijk wil ik deze set gewoon zo copy-paste naar mijn kledingkast. Ga ik zeker even bestellen. Het is dus het Essential Pak. Maar dan in een collectiekleur. In deze prachtige groene tint. Zo'n mooi pak. Zit bij iedereen mooi. Dus deze gaan we nu even op de foto zetten met de lange mantel eroverheen. Ondertussen is het avond. We hebben gegeten met de kindjes en ze daarna op bed gelegd. Nick is nog even boven met Alexis. Even uitgebreid een boekje lezen. En ik ben het Valentijnsontbijt aan het voorbereiden voor de meisjes. Dit ligt alvast klaar. En aangezien Nick morgenavond wat later is, heb ik besloten Valentijnspizza's te gaan bakken. Dus ik heb met boodschappen laten bezorgen pizzadeeg met pizzasaus om die vervolgens zelf in een hartjesvorm te gaan maken samen met de kindjes. En dan gaan we hartjespizza eten. Nou, sowieso een leuke bezigheid om met de kinderen samen te doen. Maar daarnaast merk ik dus, vroeger bij mij op school kan ik me dat echt niet herinneren, maar dat ze nogal bezig zijn met Valentijnsdag. Dus de meiden hebben een cadeau meegekregen voor Valentijnsdag voor ons van de BSO. Op school zijn ze met Valentijnsdag bezig. Dus ik dacht, ik maak er ook een momentje van voor die meiden. Ik vind het meer een momentje voor Nick en mij samen. Maar alright, ik betrek ze er lekker bij. Dus ik ga morgenochtend nog hartjesboterhammen voor ze maken. En dan roze limonade als uitzondering. Ik heb nog een lief briefje in hartjesvorm in Lekster Lindstrommel gedaan voor morgenmiddag. En dan vind ik het wel prima zo. Nou, en een mini klein cadeautje krijgt Lex met een lipglossje van mij. Dus dat. Nou, happy Valentine's Day allemaal. Ik ga nu even Nick zijn cadeautje inpakken. Dat fantastische t-shirt wat ik jullie vorige week liet zien. Die ga ik inpakken en ik denk zo meteen maar vast cadeau doen. Misschien gaat hij dan wel vertellen wat hij voor mij voor Valentijnsdag heeft geregeld. Of hij wacht ermee tot morgen, dat kan ook. Even openmaken, wat zal daarin zitten? Een nieuwe lippenstift. Lieve mama, dank je wel. Alsjeblieft, popje. Ik denk dat Elodie die ook wel wil lenen. Toch, Elodie? Ik denk niet dat ze mag. Jawel, ze mag ook wel een beetje lipgloss soms, toch? Ja. En deze kleur is wel mooi ook. Ja, ik wil ook deze van Stan. Heel mooi kleertjes heb je aan met hartjes erop, speciaal voor Valentijnsdag. Valentijnsdag. Zullen we het trucje laten zien hoe jij je jas aan doet, Lo? Nee. Kom maar, laat maar eens zien hoe goed jij dat kan. Oh, wat doe je nou? Op zijn kop. Op zijn kop? Nee, ik doe dat zo. Oh, wow. Knap hoor. Kom, we doen je jas aan. Kan je dat? Laat eens zien. Nee, andersom. Andersom. Zo. Oké, doe maar. Heel goed. 1, 2, 3. Goed zo. Heel goed, Moppie. Op z'n kop. Op z'n kop. Nou. Wauw.
mijn afspraken van vandaag zijn afgerond. Ik had hier thuis allemaal afspraken en tussendoor werd ik dus verrast met mooie bloemen. En het team van Preta Pantry was hier weer en die hadden dus ook nog een Valentijnsverrassing meegenomen voor de meisjes. Hele potten vol met snoep. Nou, vooruit dan maar. Echt heel erg lief. En ik word ook verwend. Ik laat het even zien. Met deze prachtige tekening van Alexis. Kijk nou. En er is nog meer. Maar hoe creatief is dit? Kijk nou. Oh, wat is dit leuk. I love me. Ik kan goed de handstand en de rotslag. Ik help mensen. Ik vind mijn kleren mooi. Oh, kijk nou. Ik vind het leuk aan mezelf dat ik leuke golfjes in de zee kan maken. Ik hou van Alexis. Oh, dit moeten ze dus zelf maken. Alexis, heb je dit op school gemaakt of op de BSO? Deze mooie ik hou van mezelf kunstwerk. Ja, maar dit gaat over jouzelf. Maar heb je deze op school gemaakt of op de BSO? Op school. Heel erg cool, Lex. Hoeveel je ook van jezelf houdt, gaat het over. Heel mooi gemaakt, Lex. Maar die is normaal. Ja, ik ga hem zeker. Ik ga hem ook ophangen. Maar allemaal complimentjes aan jezelf staan hier ook op. Nou, dit is toch fantastisch dat ze dit maken op school. Ze is ook zo creatief, die Lex. Kijk, het is een ontwerpster in de doek. Moet je dit ook zien. Dit heeft ze dus ook gemaakt. Allemaal jurken. Ja, mijn hele koelkast hangt vol met kunstwerk en tekeningen. Te veel echt om op te hangen. Nou, en nu gaan we dus voor vanavond zelf hartjespizza maken. Nick die komt zo thuis en dan gaan we nog eventjes samen Valentijnsdag vieren. Ja, dat mag. Toevallig mag dat, omdat het Valentijnsdag is. Kom eens hier. Kijk eens wat ik hier heb voor je. Mag ik van kiezen? Je mag kiezen welke je wil. Deze of deze? Oké. En pak er ook maar eentje voor je zusje, want die wil sowieso ook. Die mag eigenlijk. Nee, doe maar ook gewoon een lolly. Maar ze wil niet stikken. Nee, maar dat komt goed. Mama houdt het in de gaten. Ik ben het met je eens. Maar ja, doe gewoon echt eens. Nee, maar dan moet je ook die nemen. Want ze wil altijd alles hetzelfde als jij. Oké. Doe deze maar erop. Zo, ik zal hem voor jullie openmaken. Kom maar. Jullie mogen nog 5 minuutjes op de iPad. En dan gaan we samen koken. Mama, zet even de spulletjes klaar. Oké? Geen reactie. Alexis zit in een andere wereld. Alexis, Loes, Aman. Ja. Ga je me zo helpen koken? Ja. Oké. Heel goed, Alexis. Is het lekker? Is het lekker? Het deeg van de pizza? Echt niet. Bah. Niet doen. Het is niet lekker, meisjes. Die moeten eerst nog in de oven bakken. Oké, dan doen we zo de kaas eroverheen. Nog een beetje in jullie handjes. Kan je nog iets meer doen? Lau ook? Zit jullie nou ook stiekem kaas te eten? Zie ik dat goed? Let. Oh, snoepkontjes. Maak nou open. Is dit weer zo'n onderbroek met jouw foto of zo? Wat is dit nou weer? Omdat je mijn allergrootste fan bent, toch? Oh, een t-shirt. Met jouw foto's. Oh, wat mooi.
Wat een chique foto's allemaal. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ik wist wel dat jij er heel blij mee zou zijn. Morgen gelijk aan haar kantoor. Ja, dat dacht ik dus ook. Mooi, hè? Omdat je mijn allergrootste fan bent. Ja, heel mooi. Ik ben gewoon helemaal stil ervan. Zo mooi. Ja. Dus morgen aan haar kantoor. En je hebt ook een schoen bij je oor. Dat is heel mooi. Dat is als je mij belt. Dan, kijk ik altijd zo. Door de jaren heen. Dit was voordat we Alexis kregen. Want toen belde je altijd met je schoen. Toen hadden we nog geen mobiele telefoons. Nee. Mooi, hè? Toen deed je net alsof. Toen had je nog geen centjes voor het telefoon. Ik wist wel dat je die echt heel mooi zou vinden. Ja, nee, daar ben ik echt heel blij mee. Goed zo. Die zal ik heel vaak aandoen. Mooi. Met je onderbroek dan. Ja. Met mijn hoofd erop. Ja. Hallo, good morning. Ik ben onderweg naar kantoor in mijn tijdelijke auto. Mijn laatste dagje kantoor, want morgen is het vrijdag en gaan wij in alle vroegte met Thalys naar Parijs, naar Disneyland Parijs. En daar kijk ik ontzettend naar uit. Tegelijkertijd denk ik dat ik compleet overprikkeld thuis kom, maar alles voor die kinderen. Een overvolle vlog met een heleboel leuke momenten, denk ik, deze week. Dus het wordt tijd dat ik hem afsluit. En dan neem ik jullie uiteraard in de volgende vlog mee naar Disneyland. En dan kunnen jullie mee op avontuur en kijken of ik het heel erg leuk vind of niet zo heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb in ieder geval een heleboel leuke tips gekregen van mensen om ons heen die er al eens zijn geweest. En iedereen zegt dat ik het fantastisch ga vinden, dus daar ga ik maar eventjes van uit. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Maar in ieder geval, ik ga een heel leuk en gezellig weekend tegemoet met alle kids, sowieso. En ik wil jullie ook een heel fijn weekend toewensen. Ik hoop dat iedereen een fijne Valentijn heeft gehad. En dan zie ik jullie volgende week weer terug bij een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken. Happy weekend. You gotta focus on the past.